Dames en heren, een goede middag. Woensdag 4 april 1990 zal in de Belgische vaderlandse geschiedenis worden ingeschreven als de dag dat de koning niet regeerde. Hij zei tegen mij, zelfs als de paus mij dat hier kon zeggen, ik teken niet. Vannacht heeft het staatshoofd de regering immers laten weten dat hij uit gewetensnood de wet over abortus niet met de koninklijke handtekening zou bekrachtigen. Als je een rechtstreekse lijn hebt met God, daar kan zelfs de paus niet tussenkomen, hè? Leopold's car struck this curve, killing Queen Astrid beside the Lake of Lucerne near Küsnacht. Ik zweer de grondwet na te leven. Het uiteindelijk doel is de Congolese bevolkingen te leiden naar de onafhankelijkheid. Ons land leeft sinds ongeveer middernacht in een uitzonderlijke constitutionele toestand. Ons land heeft vandaag zijn vorst verloren. Le 17 juillet 1951, Baudouin, alors âgé de 20 ans, prête serment. Il devient le cinquième roi des Belges. Ik zweer de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven. Il avait une trouille de mort de devenir roi. Ce n'est même plus une peur, c'était une trouille. Als je verstaat wat ik bedoel. Hij heeft, dat heeft hij mijzelf een keer gezegd, nietwaar meneer Senelle, het is hard tegen wil en dank de plaats van uw vader te moeten innemen. Dat zegt alles. Il le fait. Il le fait parce que c'est... C'est pour ça qu'il est sur terre et c'est sa mission. Il est donc verschrikkelijk jong als die koning wordt, hè. Veel jonger dan een twintiger vandaag zou zijn. La couronne pèse lourd sur la tête du jeune Baudouin. Son père, Léopold III, et sa belle-mère, Liliane, sont présents en coulisses. Ils habitent toujours avec lui au château de Laeken. Dans le courant de l'année 1959, Joseph Sunens se rend au palais. Il est évêque auxiliaire et vice-recteur de l'Université catholique de Louvain. Il fait immédiatement forte impression sur Baudouin en tant que chef spirituel. Op dat moment is Baudouin ziek, maar die zal Sunens vragen om terug te komen. En dan gaan ze samen wandelen in het park, wat op zich al een bewijs van vertrouwen is. En dan ontspint hij daar een gesprek dat we niet kennen. Maar Sunens schrijft hem achteraf een brief en daar staat dan in die brief van ik besef nu in welke eenzaamheid u moet leven. En uw functie brengt een enorme eenzaamheid met u mee, maar dat geeft u juist de kans om de genade van God te ontvangen. Koning Baudouin voelde zich bijzonder eenzaam daar gans alleen in dat koninklijk paleis. En ik denk dat die man inderdaad ook behoefte had aan iemand die hij echt kon vertrouwen. Het was een vaderfiguur, Sunens, voor hem. Dat is heel, heel zeker. Baudouin fait rapidement de Sunens son confident, qui devient même son conseiller. Jacques Pirenne, le secrétaire de Léopold III, ne voit pas ce changement d'un très bon œil. C'est Hans Pirenne qui va dire onze invloed neemt af. Die van Sunens neemt toe. Sunens was bijzonder intelligent. Hij leed toch wel aan wat ze Hermelijnkoorts noemen. Zal zich ook wel geflatteerd gevoeld hebben dat hij door de koning geraadpleegd werd. Ja, de beide waren zeer religieus. De beide zochten in hun persoonlijk leven vanzelfsprekend naar de beleving daarvan en hebben elkaar zeker gevonden. Die wederzijdse gevoelens van respect of opkijken naar elkaar hebben gemaakt dat die ja, een jarenlange sterke band hebben gehad en die altijd maar sterker en sterker werd. À 29 ans, Baudouin est toujours célibataire. Le gouvernement et la population trouvent qu'il serait temps qu'il pense au mariage. Il cherche le soutien de Sunens. De meeste mensen in België verlangden dat de koning zou trouwen. En blijkbaar was hij. Ja, wat niet genoeg. Wie weet dat? Kon hij niet? Durfde hij niet? Was er geen gelegenheid?
Wie zal zeggen? Lors d'une conversation intime au palais, Baudouin expose ses problèmes de mariage à Sunens. En in dat gesprek komt het woord Lourdes. Sunens zegt dat hij niet meer weet hoe hij daarop komt. En de koning antwoordt, ah, maar ik ben net in Lourdes geweest. Ik ben daar incognito geweest en ik heb 's nachts bij de grot gebeden opdat Maria het probleem van mijn huwelijk zou oplossen. Dat is wat de koning zegt. En daarop zegt Sunens dan, maar ik ken iemand die dat probleem kan oplossen. En dat is dan Veronica O'Brien. Veronica O'Brien et Sunens se connaissent depuis longtemps, depuis 1948. Ils s'étaient rencontrés au pèlerinage de Lourdes. Veronica O'Brien is een Ierse dame die van zichzelf zegde dat zij religieus was. Ondertussen weet ik dat zij heel precies 3 weken in een klooster heeft verbleven of gezeten, ik weet het niet. Maar in dat klooster zeggen ze dat ze beter haar talenten elders kan gebruiken. Ze zag visioenen, ik hoorde stemmen en denk dat ze een beetje te dweperig was naar de mening van zelfs Ierse katholieke nonnen. Veronica O'Brien quitte l'Irlande pour la France. Elle devient une fervente propagandiste de la Légion de Marie, une organisation catholique. Vanaf het begin is het duidelijk dat de kardinaal een enorme bewondering, fascinatie had voor die vrouw en voor de boodschap die zij met heel veel kracht wilde brengen. Zij is eerst en vooral de persoon geweest die het Maria-legioen van een heel plaatselijk mariaal initiatief een wereld, ik zal niet zeggen beweging, maar toch een wereldgroep mensen samenbrengt in de devotie tot Onze Lieve Vrouw. Dat Maria-legioen is eigenlijk een beweging die de wereld wil heroveren voor God, hè? Via Maria. Daar was geen duivel te sterk, geen vijand te groot. Want zij moest haar doel bereiken. En dat heeft ze stevast gedaan. Le cardinal Sunens veut moderniser l'Église catholique. Il veut élargir son regard et l'ouvrir à une autre sorte de croyance. Il voit en Veronica O'Brien une alliée pour ce combat. Ik weet toen ik zijn secretaris werd dat hij mij gezegd heeft, hè, ja, als Veronica O'Brien iets zegt, dan moet je dat doen. Ik zou durven zeggen dat zij eerder de Heilige Geest van Sunens was. Wat zij zegde, daarvoor stond hij open. Baudouin et Sunens vormen également un vrai tandem. Sunens had wel geheimen voor hem, maar hij had geen geheimen voor Sunens. Baudouin charge le cardinal Sunens et Veronica O'Brien de lui trouver une épouse. En 1960, Veronica O'Brien se rend en Espagne pour une raison bien précise. La Spagne est très catholique, natuurlijk. Ze moet katholiek zijn. En dat is weer zoiets wat moeilijk is met de geschiedenis. Op dat moment is Franco aan de macht. Maar vergeet niet, Franco is op dat moment een hele goeie, hè, binnen de katholieke wereld. Dat is de man die de communisten heeft verslagen. Hè. En hij had ook niet zoveel keuze niet meer. Hè. Er waren niet zoveel vorstenhuizen niet meer. Hè. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog was er nogal veel werkloosheid onder de koningen gekomen. Hè. O'Brien déniche la candidate parfaite. Dona Fabiola de Mora y Aragon, une femme pieuse issue de la noblesse espagnole. Dès leur première rencontre, Veronica O'Brien fait allusion à des puissances surnaturelles. Die komt zeggen, ik heb een visioen van God. En Fabiola heeft dus gezegd, je bent gek en is weggegaan. En het is aan de nuncius die haar heeft kunnen overtuigen dat dit geen, misschien wel een krankzinnige vrouw was, maar geen krankzinnig plan. En natuurlijk nog iets waarom Fabiola wel eens kan getwijfeld hebben. De strapatsen van Leopold III werden hier wel niet in de pers opgenomen, maar die zaten bijvoorbeeld wel in de buitenlandse pers. Dus ze kende een beetje de verhalen over de familie waarin ze ging terechtkomen. Ze kende waarschijnlijk ook de roddel die er op dat moment de ronde deed over de verhouding tussen Baudouin en Lilian. Het is niet meteen de familie die je zelf zou kiezen om in
te trouwen. Hè? Fabiola cède face à l'insistance de l'homme d'église. Une rencontre a lieu. Dan heeft ze toegestemd om Baudouin te ontmoeten bij O'Brien thuis. Fabiola rencontre Baudouin rue de Suisse à Bruxelles, mais elle se tient sur ses gardes. Volgens alle getuigen ook was Baudouin veel vromer en devoter dan Fabiola ooit is geweest. Als er van de twee een kwezel was, dan was het Baudouin en niet Fabiola. La deuxième rencontre a lieu en 1960 et ce n'est pas un hasard, à Lourdes. En dat is op zich heel bizar. Hè? Die zitten samen in de auto een rozenkrans te bidden en zo. En dan spreken ze af dat op 21 juli zal de verloving bekendgemaakt worden, maar Congo komt daartussen. En dan dankt hij God dat hij eigenlijk op de proef wordt gesteld, ondanks zijn grote liefde voor Fabiola. Au Congo, l'indépendance se profile à l'horizon et Lumumba prononce son terrible discours. Le Katanga se sépare, l'ex-colonie est à feu et à sang. La Belgique est menacée par une crise politique majeure. Pourtant, le roi vit en secret de beaux moments intimes. Il se fiance avec Fabiola. Natuurlijk, onder de hoede van onze lieve vrouw misschien, maar zeker van Veronica O'Brien. Après deux rencontres, l'une à Bruxelles, l'autre à Lourdes, le Premier ministre Gaston Eskens annonce les fiançailles le jour de la fête nationale. Ik denk dat wij elkaar reeds bij onze eerste ontmoeting hebben begrepen en lief gekregen. Le roi et la future reine sont de vraies âmes sœurs. Een beetje die personaliteiten kennende, is het voor mij duidelijk dat dat bij de aanvang zeker een huwelijk is dat gegrondvest was op religieuze geloofsredenen. Le 15 décembre 1960, le grand jour est arrivé. Le jeune couple royal se jure fidélité en présence de Joseph Sunens. Le pays est en liesse alors que se déroule le sacrement du mariage. Je reçois cet anneau béni. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mettez au doigt de votre époux cet anneau, gage de fidélité et d'amour. Reçois cet anneau béni, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 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 Fabiola a l'air heureuse. Elle a 2 ans de plus que Baudouin. Elle pensait qu'elle allait rester célibataire. In de jaren 50 en ook 60 nog was het gebruikelijk dat zowel een jongen als een meisje, maar zeker een meisje voor ze trouwde, een huwelijkscursus volgde. Bij Fabiola was het blijkbaar een schriftelijke cursus en op dat moment zal er dan wel van een verloving sprake geweest zijn. We weten niet echt wie het was wel een tellig uit een adellijk geslacht. Maar het huwelijk is dus niet doorgegaan en daar zijn verschillende versies over, zoals altijd. Eén is dat hij zou geweten hebben dat ze niet of moeilijk kinderen kon krijgen en dat ze daarom niet getrouwd zijn. La prinses Liliane est également au courant de ce problème médical. Waarop Liliane dan toch begint te zeggen, ja, dat is dan toch geen goede vrouw. En waarop Sunes antwoordt, God zal er wel voor zorgen. 6 mois après leur mariage, Baudouin et Fabiola se rendent à Rome pour rencontrer le pape qui leur accorde une audience privée. Le jeune couple lui apporte une bonne nouvelle. Dus na het huwelijk hebben ze een bezoek gebracht aan Johannes de 23e. En daarbij hebben ze een zeer persoonlijke ontmoeting gehad. De koningin was op dat ogenblik in verwachting. Zij zijn neergeknield om de paus de zegen te vragen voor zichzelf, maar ook voor het kind dat zou geboren worden. En daar stelde zij duidelijk aan de paus: Heilige Vader, wij verwachten geen kind, wij verwachten een heilige. Le pape ne garde pas le secret et la nouvelle se répand. Het is waar dat de koning en de koningin de paus een hoop
hebben medegedeeld dat wellicht een geboorte kan worden voorzien. Espoir déçu, Fabiola fait une fausse couche, hélas, pas la dernière. Dat is denk ik voor die twee heel zwaar geweest ook, omdat het meteen in het publiek komt. Hè? Wij zijn ten zeerste verheugd dat onze koningin de grootste hoop kan koesteren, de grootste hoop voor een vrouw, moeder te worden. Mais c'est de nouveau une déception. 5 keer in verwachting, 5 keer hoop, 5 keer miskraam. En dan definitief het oordeel van er komen geen kinderen. Onder meer ook omdat Fabiola al wat ouder is natuurlijk. Koning Boudewijn heeft daar zwaar onder geleden dat hij geen kinderen had. Die mensen hebben gewoon heel die tijd, hebben die een soort spanning geleefd. Hè? Een soort, ik zal niet zeggen angst, maar bekommernis. Hoop die iedere keer werd verloren. Hè? Het feit dat ze kinderloos gebleven zijn, is het drama van hun leven. Zij soms tegen de mensen, hoeveel kinderen heeft u? Oh, u bent een gelukkig man, u heeft kinderen. Niet waar? Hij leed eronder dat hij geen kinderen had. Dat is evident. Hij moet ook het gevoel gehad hebben, denk ik, van mislukt te zijn een stuk. En Fabiola moet zeker dat gevoel gehad hebben van ik heb niet gedaan waar ik eigenlijk voor bedoeld was, om het lelijk te zeggen. Ja, want dat is haar eerste taak, dat is de lijn verder zetten. En voor een roi, vous imaginez, c'est la seule personne au monde pour qui c'est important d'avoir un enfant. Tous les autres, ça n'a pas d'importance. Mais pour le roi, oui. À un certain moment, le couple royal envisage même d'adopter un enfant. Voor Fabiola en voor Boudewijn, dat was de enige mogelijkheid. Om toch een kind te hebben. Ja, een koning kan een kind adopteren uit de koninklijke familie om een opvolger te hebben. Dat kan hij wel, maar dat is niet gebruikelijk. Dat wordt niet gedaan. Dat wordt niet gedaan. Dat doet men niet. L'adoption est un vrai dilemme pour Baudouin. En Baudouin stelt altijd dezelfde vraag. Heeft u kinderen? Ja, meneer. Zijn het knapen of meisjes? Hè? En ik zei dus, wij hebben een dochter. En ik was zo gelukkig dat ik gewoon zei, we hebben net een dochter geadopteerd. En bij de maaltijd achteraf werd ik naar de koninklijke tafel gebracht waar hij mij vroeg hoe dat zoiets ging. En ik dat dus zei, waarschijnlijk veel te enthousiast en veel te... En hij zei, ja, wij hebben daar ook aan gedacht, maar voor ons is dat moeilijk. En ik heb daar domweg op geantwoord. Dat hangt af van uw prioriteiten. Maar natuurlijk, heel dom was van mij, ik geef dat meteen toe, maar ik vond dat geen antwoord. Baudouin et Fabiola essayent de combler leur manque par un grand amour collectif pour tous les enfants du royaume. Stilaan zijn wij gaan begrijpen dat door zelf geen kinderen te hebben er meer plaats vrij is in ons hart om alle, werkelijk alle kinderen lief te hebben. Tout le monde savait que le roi et la reine aimaient bien s'entourer d'enfants et quand ils faisaient une pièce de théâtre ou la projection d'un film à Laeken, ils aimaient bien que tous les enfants viennent. Donc il y avait une sorte de masochisme puisqu'ils ne savaient pas en avoir, mais ils voulaient toujours être entourés de ces enfants. Un kind doet mij denken aan een jonge boom die maar kan groeien als hij warmte krijgt, een licht, een goede geduldige zorg. Avec les années, leur foi devient de plus en plus profonde. Mensen die geen kinderen hebben, hebben gemakkelijker gekozen richtingen om hun aandacht aan te geven. En ik denk dat inderdaad de koning en de koningin op dat moment, wat ze hadden aan mogelijkheden en aan tijd ook, hebben die geïnvesteerd. En als je dan met een Veronica O'Brien in contact bent, die zal je niet te vlug loslaten. Le trio Baudouin-Sunens-O'Brien est toujours d'actualité. Baudouin leur fait aveuglément confiance. Het beeld van de driehoek tussen koning Boudewijn, kardinaal Sunens en Veronica is mijns inziens een juist beeld. Als ze met z'n drieën waren, dan denk ik dat Veronica O'Brien een soort moederfiguur wordt. Een troostende, wat... zeker vleiende vrouw.
Zij had inderdaad ook een enorme invloed op hem. En hij geloofde haar en achtte haar heel, heel zeker. Boudewijn dacht dat alle heil van de Heilige Geest via O'Brien tot hem zou komen. Zij heeft voortdurend op hem ingesproken, heeft heel veel gesprekken met hem gehad en hij keek dus naar haar op. O'Brien a arrêté de parcourir le monde pour la Légion de Marie, mais elle établit un réseau international à partir de Bruxelles. Ik denk dat zij haar apostolaat in het kwadraat of in het kubiek heeft geplaatst. Door dat soort netwerk. Daar ben ik van overtuigd. En had dus nood aan een gezagsstructuur. En die gezagsstructuur was voor een deel de leer van de kerk. En waren zeker figuren als O'Brien en Sunes. Die hij vertrouwde en waar hij kon voortgaan. En waarvan hij wist, in tegenstelling tot politici en zo, waar hij een zekere misprijzen voor had. Dat waren betrouwbare figuren. Want die deelden zijn geloof en zijn overtuigingen. En die zagen ook dat uiteindelijk wat hier gebeurde, maar waar het tijdelijke was. En dat het eeuwige veel belangrijker was, enzovoorts, enzovoorts. L'aura de Sunens brille jusqu'au Vatican, où il participe au Concile Vatican II, qui a pour but de moderniser l'Église. Il est l'un des quatre modérateurs. En daar verdedigde hij dus, onder meer, we moeten af van die devotie rond Maria, we moeten meer naar de intellectuele kant van het geloof, meer naar die leer van de Heilige Geest. Maar hij verdedigt ook dat de top van de kerk, dat die minder macht mag hebben. Voor het concilie was de kerk een hiërarchie en waren paus en bisschoppen de enige mensen die uitspraak mikken over alle mogelijke problemen die de kerk aanbelangen. Ik denk dat we na het concilie de gevolgen moeten trekken van wat er daar principieel is vastgelegd. Dat wordt hem in Rome uiteraard niet in dank afgenomen en hij valt in ongenade in 69. Er komt een verzoening in 71, waar hij duidelijk een knieval doet en hij krijgt in ruil, in 71 al, van Paulus VI de opdracht, ga eens kijken naar die charismatici. Want die zitten op dat moment nog enkel in de Verenigde Staten. Sunes gaat daar naar kijken, wordt daar enorm door gecharmeerd, want dat is wat hij altijd gezegd heeft. Nee, God heeft ons allemaal talenten gegeven, God heeft een plan met de wereld en we kunnen dat uitvoeren dankzij die talenten. C'est un cardinal Sunens enthousiaste qui encourage Baudouin et Fabiola à faire partie du renouveau charismatique. Zij hebben met hem deze charismatische beweging leren kennen omdat ze geïnteresseerd waren, koning en koningin, door nieuwe bewegingen in de kerk. Dus het waren geen traditionalisten die het moet zo altijd blijven, nee. Le couple royal est très intéressé par le message du Saint-Esprit qui agit sur les croyants. Dat de Heilige Geest ons leven kan vernieuwen. Daarom hebben ze het ook de vernieuwingsbeweging genoemd. De Heilige Geest aanroepen we elke dag opnieuw. We zijn trouw aan de geest die we ontvangen hebben in ons vormsel. En die roepen wij aan. Elke leek, elke mens, jij, ik, wij hebben gaven gekregen. Dat heet charisma's. Dat zijn kleine talenten als mensen helpen. Grote talenten als leiding geven. Of hele grote talenten. Dan hebben we het over visioenen en spreken in tongen. Maar dat komt zelden voor. Le renouveau charismatique touche aussi la Belgique. Sunens et O'Brien sont les forces motrices d'une nouvelle sorte de croyants extravertis. Voor zover ik er iets van af weet, zijn dat nieuwe methodes om samen te bidden met liturgie of ik weet niet wat, maar met een zekere intensiteit. Dat is meer enthousiasme, men zingt samen, men klapt in de handen. Sommigen zitten gewoon te bidden. Anderen beginnen dan mee te zingen met dat podium, zwaaien met hun armen, beginnen te dansen, beginnen rond te dansen ook. Sommigen staan dan recht en beginnen onverstaanbaar te brabbelen. En ja, het leek een beetje een sacralisering van manisch-depressieve mensen voor mij. Een onverstaanbaar brabbelen? Je kunt dat niet zo zijn, alleen de tonner, maar die gaan dat doen. Heb jij dat verstaan? Je ziet dat er duizenden mensen dat ernstig nemen, hè? En dan die fameuze mirakelgenezingen. Hè? En handen opleggen en altijd Jezus.
25, 30, 35, 40, 50 keren. Jongens, alsjeblieft, dan op. Même au sein de l'Église, de nombreuses voix s'élèvent contre le renouveau charismatique qui présente des similitudes avec des sectes. Dat men samen bidt, vind ik buitengewoon en echt belangrijk. Wat ik slecht vind, is het zonderlinge, het buitenissige, het zogenaamd miraculeuze. Dat er voortdurend maar aan gehecht wordt, opgeplakt wordt, zou ik zeggen. Het verschilt van een secte in die zin dat er geen echt opperhoofd is. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Opus Dei, daar heb je duidelijke opperhoofden en die weten alles. Hier niet, hè. En 1975, Rome reconnaît cependant officiellement le renouveau charismatique lors d'une messe de célébration à la basilique Saint-Pierre. Baudouin et Fabiola sont présents. Baudouin écrira dans son journal intime « Un moment fort de ma vie ». Je vous ai concédé que je pensais que la reine Fabiola hésitait moins que le roi Baudouin à mettre ses convictions religieuses en avant. Le roi Baudouin était plus prudent et conscient des limites qui existaient dans sa qualité de chef de l'État de ne pas marquer de façon trop ostentatoire son appartenance à une religion. C'est son droit, mais c'est privé. Le roi et la reine vivent leur foi de manière plus intense que jamais. Het heeft hen geen kwaad gedaan, in tegendeel. Het heeft hen bezield met een zekere animo, een intensiteit die ook belangrijk was voor hetgeen ze deden. Via Veronica O'Brien, Baudouin entre en contact avec la famille du multimillionnaire Peter Grace, un industriel américain. Peter Grace en Margie Grace, een echtpaar uit New York. Peter, een enorm zakenman. Margie, een moeder van 9 kinderen. O'Brien convainc Peter Grace de consacrer plus d'argent à ses œuvres de charité et à celle du cardinal Sunens. En vanuit dat fonds konden dan weer een boel dingen georganiseerd worden door Veronica O'Brien en kardinaal Sunens. Zij bouwden een groot netwerk, maar ook dat ziet men niet bij het begin. Dat kruis is rezen. Sunens, Grace et Baudouin. La religion, la finance et la notoriété royale, les trois piliers sur lesquels repose l'influence d'O'Brien. Als men die drie dingen bij elkaar kan brengen, is men een sterk mens. Dans les années 70, O'Brien organise une réunion secrète à Opem, près de Meis. Ja, ik ben daar toen inderdaad op een vergadering gevraagd. Daar waren Margie Grace en Veronica O'Brien en koning Baudouin. Baudouin y assiste incognito. Er waren geen gendarmen voor en achter, nee. Ook geen zwaailichten, dat was een volkswagentje. Waar hij eigenlijk een beetje bang mee rondreed, omdat hij bang was om tegengehouden te worden. Omdat hij bang was om gezien te worden. Ils débattent de grands projets. Centro Uno, un nouveau centre pour le renouveau charismatique, Focolare et Mariage Encounter, trois nouveaux mouvements. Het oorspronkelijke plan was heel eenvoudig, een terrein te vinden in België, liefst op een zo internationaal mogelijke plaats, en zo zijn er niet al te veel in België, dus op het drielandenpunt, zoals men dat noemt, en daar een centrum te bouwen om de nieuwe evangelisatie waarvan zoveel over gepraat wordt tegenwoordig, inderdaad te beginnen te verwezenlijken. Le but est de moderniser la religion catholique. Dat zijn allemaal dezelfde bewegingen, bij wijze van spreken, hè? Mensen die bij elkaar zitten om te bidden en die vast geloven dat, ja, het heil van de wereld van hen afhangt. Guido Herbout tranche et le projet ne passe pas. Les convictions morales de Baudouin sont toujours aussi péremptoires. Hij is verdiept, verinnerlijkt en is naar het diepere mysterie gegaan. Het was een man met een echte roeping en hij beschouwde zich als iemand die ten dienste stond van zijn volk. Ik heb de indruk dat bij koning Boudewijn de evolutie verschoven is van een zeer trouwe kerkganger tot een diepe gelovige. Albert, le frère de Baudouin, est quant à lui moins porté sur la religion. De koningin en ikzelf hebben teruggedacht
aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan nu 30 jaar geleden. Quelques années après leur mariage, Albert et Paola mènent chacun leur propre vie avec des relations extra-conjugales. Ils sont donc séparés de facto, un problème insurmontable pour Baudouin. Voor zover ik weet, nam Baudouin het vooral Paola kwalijk, die hele zaak. Wat perfect is volgens de moraal uit zijn jeugd, hè? Het is toch altijd de schuld van de vrouw, hè? De vrouw maakt het huis of breekt het tot gruis. Dus als de man thuis niet aan zijn trekken komt, dan zoekt hij het wel op een ander. De periode dat Baudouin vaststelt dat zijn broer feitelijk gescheiden leeft van Paula. Hij kan niet indenken dat iemand die gescheiden is of gescheiden leeft, dat die hem zou opvolgen. Bovendien, bij zijn jongere broers zijn er makkelijk 3 kinderen gekomen. En wat ziet hij daar? Dat is dat Albert ondertussen wel een verhouding heeft met iemand anders. Waar nog eens een kind uitkomt. Baudouin en Fabiola die gaan het opnemen voor de kinderen die een beetje achtergelaten worden. Of die door hun ouders toch niet echt worden bemoederd of bevaderd of wat dan ook. Fabiola en Baudouin hebben duidelijk Philippe voor een groot stuk opgevoed. Hè? In die zin dat hij weet dat zelfs als Albert na hem nog koning zou worden, dat Philippe op lange termijn koning wordt. En hij wil aan Philippe besparen wat hij zelf als jonge vorst in 1950-51 heeft beleefd, namelijk de totale hulpeloosheid. En dus dat spookbeeld van die ellendige jaren van de roi triste wil hij besparen aan Philippe. Baudouin adresse un ultimatum à Albert et Paola. Of ze bleven bij elkaar, hielden de schijn op en nog beter maakten het goed. En dan bleef Albert eerst in lijn. Of wij nemen de kinderen over en jullie verliezen titels en voordelen. En ik denk dat ze dan toch wel allebei gekozen hebben voor de titel, de voordelen, dan voor de liefde, laten we zeggen. Samen zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen. À la fin des années 80, la proposition de loi l'allemand Michelsen sur l'avortement est en passe d'être votée. Pour le croyant qu'est Baudouin, c'est un véritable supplice. Il ne peut se résigner à voir l'avortement légalisé. Wat we weten, onder meer uit de memoires van Martens, is dat Fabiola al 2 jaar voordien tegen Martens had gezegd: hij tekent niet. Je moet er niet aan denken, die tekent dat niet. En dan zou gewezen hebben op, want ze stonden op Melsbroek, op gras dat tussen het beton groeit en zei, zoals het gras tussen het beton groeit, zo zal hij tegen alles in weigeren die abortus te tekenen. Ik geloof niet dat zij een grote invloed uitgeoefend heeft op politiek vlak. Maar dat ze een invloed uitgeoefend heeft op religieus vlak, ja, dat ligt voor de hand. Ze was met hem getrouwd. En zij was uitermate katholiek, fanatiek katholiek. Le Sénat approuve le projet de loi. Baudouin, qui a longtemps voulu avoir des enfants, est consterné. Ik maakte een reis met de koning naar Zwitserland. Het abortuswetsvoorstel was reeds gestemd door de Senaat en ging dus normaal naar de Kamer voor de stemming. En Baudouin vroeg aan mij, gaat dat voorstel in de Kamer worden gestemd? Ik zeg, ja, sire, er is een meerderheid. Dat zal worden gestemd. O, zei de koning. Dat is voor mij een zwaar probleem. Als dat gebeurt, ik kan zo'n voorstel door de Kamer gestemd niet ondertekenen. Baudouin est tiraillé par le doute. En sa qualité de chef d'État, il doit ratifier les lois. Mais en tant que croyant, il lui est impossible d'approuver celle-ci en particulier. Op een bepaald moment is men mij komen vragen of ik geen uur in de kapel van het Koninklijk Paleis in Brussel wilde komen bidden. Omdat daar een 8-daagse ketting retraite bezig was. Opdat het ontwerp op de abortus niet zou gestemd worden. Ik heb daar een uur doorgebracht en dan werd ik afgelost door iemand anders.
In welke mate de christendemocratische collega's zich realiseerden welke gedaanteverwisselingen er bezig waren in Laeken, laat het mij zomaar zeggen, onder invloed van die charismatische beweging, dat weet ik niet. Een boom planten is meer dan een symbool. Baudouin consulte ses conseillers Sunens et O'Brien. Dat de schaduw van Sunens daarover ging, kan ik mij perfect voorstellen. Uiteindelijk zal Sunens niet veel meer hebben gezegd dan het is uw geweten. Gij staat alleen met uw geweten. Bij Sunens was het altijd een heel belangrijk element, de gewetenskwestie. Volgens Sunens heeft Veronica O'Brien altijd gezegd: u moet doen wat uw geweten u ingeeft. De Heilige Geest zal uw hand sturen. Geleid door de Heilige Geest neem je dan wel de goede beslissing. En dat zien we dus bij Boudewijn steeds meer. Hè. Dus ik denk dat zij zijn geweten in een bepaalde richting heeft geduwd, waarbij die Boudewijn dacht: het is mijn persoonlijke geweten. Dus de invloed van O'Brien is niet onderschatten, denk ik. Ja, hij was volledig onder haar invloed, hè. Dat is duidelijk. Maar eigenlijk hadden die beiden moeten zeggen, dat moet aan ons niet vragen, wij zijn daar niet voor bevoegd. Vraag dat aan uw minister, dat hadden ze moeten zeggen. Hè? Le roi fait appeler Wilfried Martens, chrétien-démocrate et compagnon de route de longue date. In de relatie tussen een koning en een eerste minister kan de koning natuurlijk veel zeggen en hij kan op veel aandringen, maar het is uiteindelijk de eerste minister die moet beslissen. En als men zegt dat de koning invloed heeft, dan wil dat misschien ook zeggen dat de eerste minister te weinig karakter heeft. Ook Albert heeft geweigerd eerst om de wet op euthanasie te ondertekenen. Daar heeft Jean-Luc Dehaene tegen gezegd: van uw broer, dat was een heilige, nemen ze dat. Maar van u niet, hè. Wilfried Martens essaye de faire une dernière proposition à Baudouin dans le but de le faire changer d'avis. Hij zal van Wilfried Martens toelating krijgen om in zijn kersttoespraak voorafgaand aan de goedkeuring in het parlement zijn idee te zeggen over het ongeboren leven. Dat het kind vanwege zijn lichamelijke en geestelijke onvolwassenheid speciale bescherming en zorg nodig heeft. Waaronder de juiste wettelijke bescherming, zowel voor als na de geboorte. Dit is een belangrijke verklaring waar men niet zomaar kan aan voorbij gaan. De koning krijgt dus als individu, als katholiek, krijgt hij de gelegenheid om te zeggen: wij zijn wij. Zal hij niet enkel de pluralis majestatis, maar misschien ook wel Fabiola erbij bedoeld hebben. Wij zijn tegen abortus. Maar het hoopt dan totaal ten onrechte dat Boudewijn als staatshoofd uiteindelijk ja zal zeggen op een wet die door een meerderheid in het parlement is goedgekeurd. Fin mars 1990, le projet de loi Lallemand-Michelsen est aussi approuvé par la Chambre. Ik heb nooit verwacht dat de dag na of twee dagen na het aannemen van de abortuswet in de Kamer ik een brief krijg gedateerd 30 maart 1990, waarin de koning zegt dat hij de wet niet zal ondertekenen. En dan heeft zich een periode ontwikkeld van een kleine week die ongelooflijk intens was en vol zorgen was. En Jean-Luc zegt, ja, je moet dringend bijeenkomen vanavond. Dus je zit heel, heel erg gaande. En Jean-Luc had zo'n nogal kordate stijl. Hij wil niet tekenen. Wanneer Martens ons dat dus aan de vicepremiers heeft meegedeeld, hebben we allemaal een schok gehad. Wij zijn allemaal verrast geweest tot en met toen Wilfried Martens die brief van de koning aan ons heeft voorgelezen om te zeggen: ik teken dat niet. Vanuit zijn persoonlijke overtuiging, zou ik zeggen, kon hij dat bijna fysisch niet over zijn hart krijgen, van te zeggen: ik teken dat. En waarbij hij die beroemde zin geschreven heeft van: ben ik dan de enige Belg die zijn overtuiging niet mag kenbaar maken? Je ne bougerai pas. Zeer ontspannen. En ik heb de overtuiging dat hij zijn kracht daar putte uit zijn geloof. Zeer duidelijk. Zeer duidelijk. Ik heb gelijk en niks of niemand zal me daarvan afbrengen. Dat was natuurlijk dom, vond ik, want de koning tekent niet als privépersoon, maar als staatshoofd. Tout le monde est mobilisé pour faire changer d'avis au roi.
Ik weet wel dat de kardinaal ingezet geweest is om hem te overtuigen. Kardinaal Daniels, die kwam ook aandragen bij het president van Leopold II. Dus Sire ondertekent die wet, maar stuur een brief die ook publiek wordt gemaakt waarin u zegt dat u grote bezwaren hebt tegen die wet. Geen bewegen aan. Hij zei tegen mij, zelfs als de paus mij dat hier kon zeggen, ik teken niet. Ja, vanaf dat moment wist ik dat dat mijn rol uitgespeeld was en heb ik ook niet meer aangedrongen. On disait à ce moment-là qu'il était plus, à ce moment-là, plus catholique que belge. Zijn rechtstreekse lijn heb met God daar. Kan zelfs de paus niet tussenkomen. Baudouin est prêt à tout pour préserver le droit à la vie. Het recht op leven, dat is nog meer dan een kerkelijk recht, dat is goddelijk recht, hè? Dat is voor hem zo fundamenteel dat een troon van een land daar niks tegen is, hè? Dus hadden wij gezegd, je moet de wet ondertekenen, dan zouden we gezegd hebben, conclusie voor mij is dat ik aftreed. Le premier ministre Martens lit la lettre du roi devant les chambres réunies. Lettre dans laquelle le roi expose ses problèmes de conscience. Dit wetsontwerp stelt voor mij een ernstig gewetensprobleem. Ik vrees namelijk dat het ontwerp door een groot deel van de bevolking beschouwd wordt als een toelating tot vruchtafdrijving tijdens de 12 eerste weken na de bevruchting. Ik ben tevens erg bezorgd omtrent het artikel dat bepaalt dat ook abortus mag gepleegd worden na die 12 weken als het kind dat zou geboren worden, ik citeer, zal lijden aan een uiterst zware kwaal die het als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose. Einde citaat. Heeft men erover nagedacht hoe die boodschap zou overkomen bij de gehandicapten en hun families? Kortom, ik vrees dat het ontwerp een gevoelige vermindering inhoudt van de eerbied voor het leven van de zwaksten. U zult dan ook begrijpen waarom ik bij die wet niet betrokken wens te worden. La position du roi est maintenant claire aux yeux de tous. Les jours précédents, le gouvernement a fébrilement cherché une solution. Ik was in paniek. Bedoel, in paniek. Nee. Er was enige paniek. Ik was onder hoogspanning gans de tijd. Het was duidelijk dat men dreigde naar een vorm van regimecrisis te gaan indien men niet snel een oplossing vond voor dit probleem. En dan hebben we onder elkaar zitten discussiëren en al soort oplossingen gedacht tot het voorstel op tafel gekomen is van gebruik te maken van het artikel over onbekwaamheid en waar de koning dan dat spel heeft meegespeeld. Dames en heren, een goedemiddag. Woensdag 4 april 1990 zal in de Belgische vaderlandse geschiedenis worden ingeschreven als de dag dat de koning niet regeerde. Dus die mini-koningskwestie heeft men kunnen blussen met de interpretatie van de grondwet dat de koning in de morele onmogelijkheid was om te regeren. Terwijl die grondwet uitdrukkelijk bedoelt de fysieke onmogelijkheid, hè, een geval van krankzinnigheid. Men heeft dat allemaal geslikt, hè. Men heeft de koning, moet dat zeggen, on hold gezet. Hè. We hebben willen vermijden een crisis rond de monarchie, maar we hebben zelf de verantwoordelijkheid genomen om de wet te ondertekenen. Omdat de koning in de onmogelijkheid verkeerde dat te doen. Dus we hebben niet toegegeven. Absoluut niet. L'opinion publique comprend l'attitude du roi. Par contre, elle comprend moins les ministres qui ont d'abord voté contre la loi et qui l'ont ratifié ensuite. André Allen, spécialiste de la Constitution, imagine une solution pour sortir de cette situation. Baudouin se trouve officiellement dans l'impossibilité de régner durant un jour et demi. Il ne peut donc pas signer et à sa place, ce sont les ministres qui doivent signer. Ik was niet voor de wet. Ik heb tegengestemd in de Kamer als volksvertegenwoordiger, maar ik heb de wet ondertekend. De eerste handtekening is mijn handtekening. Degenen die in de minst gemakkelijke positie waren, waren de CVP-ministers die tegen het voorstel gestemd hadden, maar die functioneel van oordeel waren dat ze democratisch geen enkele andere alternatief hadden dan te tekenen in plaats van de koning als die niet wilde. En wij als ministers, 15 ministers, wij werden staatshoofd gedurende 48 uur en wij hebben dus het wetsvoorstel ondertekend in de ministerraad. Ik heb maandenlang scheldbrieven gekregen
toen bestonden nog geen mails, van mensen die mij zeggen, wat een hypocriet ben jij. Je stemt tegen in de Kamer en in de ministerraad onderteken je dat voorstel. We hebben daarvoor de prijs betaald dat de publieke opinie ziet. Het onderscheid van verantwoordelijkheden niet altijd in. En het is praktisch onmogelijk dit uit te leggen. De koning had zijn overtuiging. En hij is daar trouw aan gebleven. Wat op zich heel respectabel is. En wij hadden onze verantwoordelijkheid. Wij moesten de monarchie redden. We konden het land niet storten in de chaos. En dus wij hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen. Pendant presque deux jours, il n'y a donc pas de roi à la tête du royaume de Belgique. En dan is Boudewijn terug binnengekomen. Niet de meest sierlijke manier om een grondwet te interpreteren. Ik denk het tegendeel dat hij Marc de Schiel dankbaar was dat hij een uitweg gevonden had. Le roi sort moralement vainqueur de cette crise. Son influence est plus grande que jamais. Is er ooit een politicus geweest die in de contacten met de koning gehinderd werd door de geloofsovertuiging van de koning? Niemand. Niemand. De koning heeft bij de regeringsvorming een belangrijke rol, maar onder Boudewijn waren er toch ook regelmatig interventies bij de aanstelling van de ministers. Bepaalde ministers konden voor hem niet door de beugel, omdat ze in zijn ogen niet de juiste ideeën belichaamden. Onder meer voor Willy Kallewaert, die een standpunt had ingenomen voor abortus, was het voor hem niet wenselijk dat die man minister van Justitie zou worden. Het is juist dat koning Boudewijn een paar keer aan de formateur gezegd heeft, kijk, die meneer, die heb ik liever niet in de regering. Baudouin ne craint pas d'avouer sa foi, pas même en compagnie de politiciens. Au contraire, il les invite à suivre son exemple. De koning zegt me tijdens de audiëntie, het is vandaag de dag van het gebed. En ik stel voor dat we samen het onze vader bidden. En ik heb dus samen met hem tijdens de audiëntie, zonder andere plichtplegingen, het onze vader gebeden. En daar bleef het bij. Als ik nu heel gelovig ben, en jij bent heel gelovig, en wij bidden samen, op zich is daar niks mis aan. Wat je wel hebt daar heb je dus een persoon in functie, minister, en een persoon in functie, de koning, waarbij de minister eigenlijk verantwoordelijk is voor de koning. En dan zit je toch in een vreselijke schemerzone. Ik denk, zonder het te zeggen, dat de koning moeilijk kon begrijpen dat iemand die voor hem zat en met hem sprak, en die toch het land genegen is en al zijn best doet, ik ben bij die mensen, dat hij niet gelovig was. Dat was bijna een tegenstrijdigheid in het zijn. Zo groot was zijn overtuiging. Même à l'étranger, le roi reste fidèle à ses convictions. Ik ben met hem eens op bezoek geweest in Hongarije. En we kwamen bij de kardinaal. En de koning Boudewijn vroeg aan de kardinaal, hoe gaat het hier met de katholieke kerk? Toen zei de kardinaal, heel slecht, sire. Waarom zegt Boudewijn, dat gaat niet, hè, monseigneur. Zo gaat het niet, hè. Weet u wat we moeten doen? Nee, zegt de kardinaal. Meer bidden, monseigneur. Boudewijn stond recht uit zijn stoel, sloeg een groot kruis en begon te bidden. En wij zijn ook opgestaan en hebben samen met Boudewijn gebeden. En die kardinaal die stond erbij, een beetje met rode kaak. Dat was Boudewijn. Koning Boudewijn is in het buitenland, ik weet niet meer waar, met koningin Fabiola. En de ambassadeur zegt tegen de leden van de staf van de ambassade, de koning wenst dat iedereen morgen vroeg de mis bijwoont. Dat is belachelijk, hè. Onnozel. Baudouin et Fabiola vont tous les jours à la messe. Ze ging inderdaad elke dag naar de mis. En voor hem, dat was een belangrijk element van hun leven. Ze bidden ook onder elkaar gedurende de dag. Durant plus de 30 ans, le roi Baudouin a entretenu des relations très étroites avec le cardinal Sunens et Veronica O'Brien. Ils formaient un triangle empreint d'une profonde spiritualité.
Ik heb regelmatig Eucharistie mogen vieren in het huis waar Veronica O'Brien woonde. En daar kwam ook nu en dan Boudewijn. En Veronica wilde altijd dat er dan gezongen werd. Nu, met 3 of 4 of 5 mensen zingen is soms vreselijk. Hè? Het kan prachtig zijn, maar het is ook vreselijk op andere momenten. Hij deed mee, al was het soms ook alleen maar neuriën. Ik ben daar zeker van dat dat niet zijn aard was en dat dat ook niet was waar hij zin in had. Maar ik denk dat het de dankbaarheid was die hem daartoe dwong. Hij schrijft ook ergens... Ik dank u, God, dat u mij Fabiola als mijn vrouw hebt gegeven en Veronica als mijn engelbewaarders. Zij is de bewaakster van zijn geweten. Hè? Dat is hem. De koning is naar Motril gegaan en heeft gezegd: ik heb mijn geneesmiddelen nu niet nodig.